Net op het moment dat je een pak koffie van je favoriete merk in je mandje wil gooien, zie je een ander pak staan met een kleurrijk logo en er staat heel groot op Limited Edition. Grote kans dat je interesse is gewekt en je uiteindelijk met dat pak koffie naar huis gaat in plaats van het pak wat je eerst van plan was. Het ziet er namelijk wel bijzonder uit en je weet maar nooit hoe lang ze het hebben. Op is op. Dit is een voorbeeld van een van de principes van Cialdini, schaarste. In deze video ga ik je laten zien hoe jij dit principe toe kunt passen in de praktijk. Ik ben Anita Schmalen, operationeel manager bij het Nederlands Debat Instituut. Of het nou gaat om koffie, shampoo of hardloopschoenen, ik ben echt heel gevoelig voor limited editions. En met mij een hele hoop andere mensen. Fabrikanten weten dat en spelen hier slim op in. Daarmee passen ze een van de 7 principes van Cialdini toe, schaarste. Dit principe is gebaseerd op een soort oerinstinct van mensen. Het zet je aan tot actie, want het is nu of nooit. Waar je anders misschien 2 keer na zou denken over of je het wel of niet gaat kopen, moet je nu wel snel beslissen, want misschien is het de volgende keer wel weg. Ook zit er een element van competitie in. Als jij het nu niet koopt, gaat een ander ermee aan de haal. Het kopen van het product voelt dus een beetje als winnen. Als laatste maakt de exclusiviteit van een product dat het ook waardevoller voelt. Het is namelijk een bijzondere uitgave van een bestaand product. Een merk dat schaarste tot een ware kunst heeft verheven is het skatemerk Supreme. Ze brengen alleen maar kleine collecties uit met hun producten. Die worden heel snel opgekocht door mensen, waarna zij het weer doorverkopen op eBay voor veel meer geld. Het toppunt hiervan is misschien wel de baksteen die ze hebben verkocht met heel groot het Supreme logo erop. Deze is voor $1000 verkocht. De enige reden dat die zo waardevol wordt geacht, is omdat het een heel exclusief product is. Schaarste dus. Dit klinkt als iets wat grote bedrijven inzetten om hun marketingmachine te voeden. Maar wat kan jij hier nu zelf concreet mee doen? Als manager kun je bijvoorbeeld een wedstrijd uitschrijven onder je werknemers. Wie haalt bijvoorbeeld de meeste visitekaartjes binnen op een netwerkevent? Of wie heeft het beste idee voor een nieuw concept? Wat je uiteindelijk kan winnen, maakt niet eens zoveel uit. Iedereen vindt het gewoon leuk om extra hard te werken omdat er iets exclusiefs te verdienen valt. Schaarste zorgt er dus voor dat je iets extra graag wil hebben. Dit kun je op heel veel manieren toepassen in jouw praktijk. Hoe heb jij het toegepast? Laat het hieronder achter in de comments en heel veel succes! Anita en ik hebben een reeks gemaakt over de 7 principes van overtuigingskracht van Robert Cialdini. Wil je hier meer over weten en ben je nou enthousiast? Abonneer je dan vooral op ons YouTube-kanaal. En wil je meer leren over het toepassen van de principes van Cialdini? Kijk dan ook eens op onze website en naar de training Bewust Beïnvloeden.